Stijgende huizenprijzen, schommelende rente en vooral veel te weinig woningen. Het gaat niet goed op de Nederlandse woningmarkt. U wilt dat er 100.000 per jaar bij komen, 100.000 woningen, maar dat lukt pas over 3 jaar. Dat we zorgen voor die 100.000 woningen per jaar, maar ook dat we zorgen dat 2/3 daarvan betaalbaar is. Van die ambitieuze woningbouwplannen, daar komt nog niet zo heel veel van terecht. Ja, 1 miljoen zo rond 2030 was het idee, Maaike, maar ja, vrees van niet. Ja. Woningnood is niet nieuw in Nederland. Ook in de jaren 50 en 60 was er een groot tekort aan huizen. Hoe werd die schaarste toen aangepakt? Iedereen weet dat er na de oorlog heel wat nieuwe huizen zijn gebouwd in ons land. 999.998. 999.999. 1 miljoen. Dat miljoenste huis staat in Zwolle. Koningin Juliana was ervoor overgekomen. Na de oorlog is er grote behoefte aan woningen in Nederland. En door het tekort aan bouwmaterialen blijft de nieuwbouw achter op de vraag naar huizen. De woningnood is overigens nog van zodanige omvang dat hier bijzondere waakzaamheid en zorg geboden blijven. De woningnood vraagt om een nieuwe manier van bouwen. Voor de serie Van Krot tot Phoenix bezocht Marielle Tweebeke de buurt van het miljoenste huis. Martijn, jij bent als architect actief in deze buurt. Als we nou om ons heen kijken, hoe zou je deze bouw omschrijven? Nou, het is een systeembouw. Hè? Dus op een gegeven moment toen kwamen we in de jaren 50, zeg maar. En toen was er eigenlijk nog steeds niet de productie echt omhoog gegaan. Dus het probleem werd eigenlijk steeds groter. En in de jaren 55 hebben ze toen besloten, het moet echt anders. De productie moet echt omhoog. Nou, en toen zag je ook dat er echt de grote aannemers aan bod kwamen. En dat er eigenlijk met een systeembouw, zeg maar, gebouwd ging worden. En wat is systeembouw? Systeembouw betekent eigenlijk dat je dezelfde soort woningplattegronden eigenlijk gewoon bovenop elkaar stapelt. En dan vervolgens eigenlijk ook weer op de volgende plek weer hetzelfde doet. Gewoon overal hetzelfde? Ja, want dan kun je heel snel gaan bouwen. Ja. Om de woningproductie te kunnen opvoeren, zoekt men naar snellere werkmethoden. In toenemende mate worden grote elementen in fabrieken vervaardigd. Geïndustrialiseerde bouw. Het miljoenste huis, het is ook... Ik bedoel, we hebben het nu ook steeds over, 1 miljoen huizen bouwen. Dat deden we toen, in de wederopbouw. Ja. Kijk, daar ben je. Ja, hij geeft mij de Zwolse balletjes. Ja, dat zijn de Zwolse balletjes. Die ik ga aanbieden. Ja, ja. Maar je ziet aan de blik... Pardon? Oh, wat grappig. Wordt duidelijk gestoord. Maar je doet het toch? Nou, hier, kijk. Oh. En daar heb ik er ook al wel weer lol in. Trotse papa, liefdevolle, trotse mama. Trotse blik. Toen de koningin bij de familie Hendriks in Zwolle... de bewoners van het miljoenste huis op visite kwam... om de nieuwe woning te bekijken. En later sloeg de koningin een défilé gade... waarin alle takken van het Nederlandse bouwen... na de oorlog losgebarsten in een activiteit als nooit tevoren... zich met gerechtvaardigde trots lieten zien... en de toeschouwers duidelijk maakten... welke enorme organisatie er schuilt achter 1 miljoen nieuwe woningen. Ondanks de toegenomen productie blijft de woningnood volksvijand nummer 1. In 1963 wordt Pieter Bogaars minister van Volkshuisvesting. En hij gaat het woningtekort aanpakken. Nou, ik denk dat we moeten beginnen met vast te stellen... dat het een enorm bevlogen man was. Hij heeft eigenlijk in een paar dagen tijd in dat ministerie... de atmosfeer volledig omgekeerd. Hij zei ook van, je mag best kritiek hebben, dat is geen probleem. Maar we hebben wel een probleem, dus als je kritiek hebt, oké, maar kom dan met een ander plan. Waar het om gaat is dat wij hier met elkaar een oplossing moeten zoeken... voor een vraagstuk van nationale aard. Minister Bogaars was iemand die heel goed aanvoelde, hè, wat we ook in dat filmpje kunnen zien... hoe die het publiek moest bespelen, hoe die... En niet om zelf beter te worden, maar hoe hij zijn belangen over het voetlicht moest krijgen. Hij heeft ook alle bouwvakarbeiders een persoonlijke brief geschreven. 350.000 brieven om hun op te roepen, om vooral hun handen uit de mouwen te steken en er tegenaan te gaan. Wie doet zoiets nou? Dat had nog nooit iemand vertoond. Bogaars is dé bouwminister. Resultaat van uw inspanning, mevrouw, mijn heren, mogen zijn voldoende stenen voor voldoende bouw. Meer stenen in 1964, nog meer stenen later. Ik dank u. Hij had zo'n enorme drijf, dat werk en die woningnood moest opgelost worden. En daar moest alles, maar ook zijn gezin, moest daarvoor wijken. Hebben jullie daar begrip voor? Toen? Nee. Het voelde voor hem als opdracht, als een roeping. Dat was zijn taak. En dat was zijn taak. En wij bungelden er een beetje bij. Ik denk niet dat heel veel mensen de naam Pieter Bogaars meteen te binnen schiet als je het over volkshuisvesting hebt. Het is niet een beroemde minister geworden. Grappig, ja, nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Het was wel een bescheiden mens. Het was zeker geen egotripper. Aan de andere kant heeft hij natuurlijk een onuitwisbaar stempel met zijn naam achtergelaten, doordat hij de bedenker is geweest van de zogeheten Bogaerswoningen. Dit is de tekening van de Bogaerswoningen. Woonkamer. We hadden een keuken, we hadden een hal met toilet. Boven waren toch 3 slaapkamers. Plus douche was erbij. Plus er zat een zolder op. De zolder was vrij plat, was niet zo hoog. Een vrij eenvoudig ontwerp. In ieder geval zo dat het voor de mensen betaalbaar is. Gewoon een goed leefbaar huis. Uit de cijfers blijkt dat er een mooie wedstrijd plaatsvindt tussen de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant om het grootste aantal in deze sector te realiseren woningen. De Bogaerswoning. Eenvoudig huis, goedkoop te bouwen. Zou dat nu nog kunnen? In principe heb ik een beetje de lijst even doorgenomen natuurlijk, van toen en nu. Toen bouwde je een huis voor 14.000 gulden. De materialen zijn gewoon een hulsel duur geworden. Hout is heel duur geworden, vooral met tropisch hout. Je zit met FSC-keurmerken. Was vroeger allemaal niet. Het was allemaal vuurhout. In 1962 tellen ze een uurloon van 4 gulden per uur. Momenteel is dat ongeveer 55 euro. Dat was 30 keer zo duur als toen. Met de uren. Tegenwoordig de nieuwbouw, gasvrij. Alles moet wat milieuvriendelijk zijn. Dan komt de warmtepomp, komen zonnepanelen. Zijn de mensen 40.000 euro kwijt. Dan zou zo'n Bogaerswoning nou ongeveer 240.000 euro kosten. Tegenover 14.000 gulden 60 jaar geleden. Wil je meer? Abonneer.